Helemaal, welkom bij een nieuwe video van langzaamrijken.nl. Mijn naam is Tim, we praten hier over beleggen en persoonlijke financiën. En in deze video wil ik eigenlijk wat dieper induiken op de beursgang van Douwe Egberts. Je hebt wellicht wel in het nieuws gehoord de afgelopen week, veel nieuws over geweest. Douwe Egberts die komt naar de beurs, of die is eigenlijk al naar de beurs gegaan. Maar wat moet je daar nou mee doen of wat moet je daar niet mee doen? Daarnaast wil ik nog eventjes kijken naar Basic Fit. Dat aandeel is namelijk heel veel besproken de afgelopen week. Met name vanwege het nieuws dat de sportscholen eerder open mogen. En uh, ja, mijn visie uh, op Basic Fit wil ik graag met je delen. Uh, Voordat ik begin, nog eventjes snel kijken naar de statistieken van mijn website. Wat me opviel is als ik kijk naar de mensen die uh, uh, mijn video's volgen, mijn video's kijken, dat zo'n uh, bijna 70% niet geabonneerd is op mijn kanaal. Dus uh, mocht je mijn video's naar nou kijken, kijk je deze video. En ben je nog niet geabonneerd? Klik even op het abonneer-knopje. Um, uiteindelijk uh, um, krijg je er niks voor betaald. Het is niet uh, alsof je daar geld mee verdient of zo. Maar um, voor mij gewoon leuk om te zien dat mensen mijn video's interessant vinden en zo uiteindelijk een steeds grotere basis te bouwen. Dus mocht je mijn video's interessant vinden, dan uh, klik even op die abonneerknop. Kleine moeite. We gaan dus als eerste kijken naar de beursgang van uh, Douwe Egberts. Douwe Egberts is uh, uh, afgelopen vrijdag op de beurs uh, gekomen. Moet het bedrijf van Douwe Egberts haalde tijdens de beursgang in Amsterdam 2,3 miljard euro op aan nieuwe aandelen en komt op marktwaarde van uh, 15,6 miljard Uiteindelijk en zeggen we vaak allemaal Douwe Egberts, maar het daadwerkelijke bedrijf is J.D.A. Peets, waar Douwe Egberts onder andere ondervalt, maar ook Pickwick en een aantal andere koffiemerken. Na Nestle is het, het grootste koffiemerk, of de koffieproducent eigenlijk ter, ter wereld. En nou, ik vond het wel een goed artikel van NRC. Zo even kijken naar de eerste linia, dan zien we dus vrijdagochtend meteen zo'n 11% winst geboekt. Uh, of eigenlijk winst genoteerd uh, tijdens de beursgang. De handel in Amsterdam begon op 31,5 euro per aandeel, maar schoot kort na de opening van de beurs naar 35 euro per aandeel. Dat klopt niet helemaal. Daar kom ik zo wel even op terug. Dat is ook meteen waarom ik eigenlijk dit onderwerp wil bespreken. Uh, daarmee bleef de, het concern de grootste Europese beursgang van dit jaar. Haalde 2,3 miljard euro op aan nieuwe aandelen. En het komt uit op een marktwaarde van 15,6 miljard. Nou, dat is meteen een best wel een groot bedrijf. Uh, op de Amsterdamse beurs uh, dus genoteerd. Uit mijn hoofd zit ze ook meteen in de AEX, omdat ze meteen binnen de uh, 25 grootste bedrijven van Nederland vallen. Dat weet ik niet 100% zeker, maar uh, als het goed is, klopt dat. Um, wat me verder nog opviel, uh, hier een stukje het concern bevat, tientallen merken. Uh, omdat driekwart van de opbrengsten van J.D.E. Peach komt van producten die thuis worden genuttigd, heeft concern, het concern nog niet veel last ondervonden van uh, de lockdowns. En uh, dat is ook meteen de reden dat dit aandeel zo populair is. Dat er zoveel over gepraat wordt. Uh, mensen verwachten echt uh, ja, best wel hoge rendementen van het aandeel. Puur omdat ze uh, heel erg gefocust zijn op uh, uh, thuisconsumptie. Dus pure uh, koffie thuis eigenlijk. Maar ook uh, thee en zo natuurlijk. Um, maar hoe zit het nou precies, zo'n beursganger? Nou, ik heb al een keer eerder een video gemaakt over hoe een beursganger er nou uitziet. En waar je rekening mee moet houden. Ik zal even zorgen dat ik die video in de description, de omschrijving van deze video, zal, zal linken. Uh, op zich misschien wel interessant om te bekijken, maar wat we zien, uh, Dow Echtbaars is dus afgelopen vrijdag uh, op de beurs gekomen en uh, heel veel mensen zeggen ik ga meedoen met de beursgang van Dow Echtbaars. Ik noem het nu even Dow het is dus uh, J.D.I. Peets. maar Dow Echtbaars klinkt gewoon wat uh, wat beter, is, zo praat iedereen er ook over. Um, en wat je ziet is dat mensen zeggen ik ga meedoen met die beursgang, maar uh, eigenlijk klopt dat helemaal niet, want de beursgang, het daadwerkelijk kopen van de aandelen voordat ze verhandeld worden op de beurs. En dat is echt um, ja, um, toegankelijk voor grote institutionele beleggers, mensen met een goede relatie met, met brokers en dat soort zaken. Uh, jij en ik, mensen die bijvoorbeeld via de Giro uh, handelen, die kunnen niet meedoen met zo'n beursgang. Nee, we kunnen pas het aandeel verhandelen als de aandelen al uitgegeven zijn, al verkocht zijn. Dus van Douwe Egberts al aan bepaalde beleggers verkocht zijn. En die gaan ze vervolgens aanbieden op de beurs. En dan zou je dus kunnen kopen. Dat is ook meteen de reden dat ik eigenlijk nooit meedoe met een IPO, uh, initial public offering, oftewel een beursgang. Um, puur omdat jij eigenlijk uh, mensen die alles van het bedrijf weten, die kunnen die aandelen als eerste kopen. Dat zijn de grote institutionele beleggers. Um, en die gaan het dan aan jou verkopen. Oftewel, ja, dan zit best wel een grote kans dat uh, uiteindelijk zij er geld op verdienen en jij uh, niet. Nou, hoe ziet dat er nou uit als we eventjes naar um, Training View kijken? Als je nou uh, JDI in uh, tikt, dan zie je dat die er tegenwoordig dus ook bij staat. JDI Piets, Euronext in Amsterdam. Nou, we hebben bijna geen grafiek, want dit is de 4-uur-grafiek. We zien hier twee candles of drie candles. Dat is puur omdat het natuurlijk maar één, uh, um, één beursdag is, pas is geweest, afgelopen vrijdag. Dus ik zet hem even op vijf minuten. Maar wat je hier ziet is um, hoe de koers zich de afgelopen uh, vrijdag heeft, uh, heeft ontwikkeld. Wat als allereerst opvalt, als we kijken naar deze prijs hier. Je las dus net ook bij NRC, daar zeggen ze um, de beurs begon op 31,50 euro. Ja, dat is niet waar, want de. Aandelen werden in eerste instantie verkocht voor 3150. Oftewel met seconden van uh, voor 3150 aandelen kopen van Douw Egberts. Maar dat konden jij en ik dus niet, want wij zijn gewoon kleine retailbeleggers. En wat je ziet dat uiteindelijk uh, de beurs in de eerste vijf minuten een hele grote uh, verschillen heeft gehad, maar op het laagste punt op zo'n 34 euro zat. Dus 34 euro, dan zit je al bijna 10% boven de prijs, waarvoor um, Douw Egberts in eerste instantie is uitgegeven door het bedrijf zelf. Nou, wat je ziet is best wel veel fluctuatie. Dus tussen het laagste punt die dag en het hoogste punt die dag, zit dit net even in de weg, um, zie je dat er zo'n 9% verschil zit. Nou, uh, kan het zomaar zijn hè, dat, dat het een heel interessant aandeel is, en ook voor de lange termijn. Um, zeker vanwege dus, uh, het feit dat ze uh, vooral de grootste omzet doen uh, aan uh, consumenten die thuis koffie zetten. Ja, dat is natuurlijk wel een, een puntje tijdens uh, deze crisis, uh, wat minder afhankelijk van de horeca. Alleen ik blijf vaak bij uh, beursgangen, blijf ik daar gewoon echt van weg. En waarom? Omdat ze gewoon zo ontzettend uh, uh, volatiel zijn. Het beweegt zoveel, er is heel weinig uh, prijsinformatie. Ik ben best wel iemand van technische analyse, wat minder van de fundamentele analyse. En ja, ik heb gewoon nul prijsinformatie als ik terugkijk. Uh, ik vond het wel leuk om even te kijken wat dan de laatste drie beursgangen zijn geweest in Nederland. Om daar even net te kijken. En als eerste had ik opgeschreven Adyen. Um, dan gaan we eventjes um, de koers op een 4 uur candle zetten een stukje uit. Nou, Agenda is dus uh, eind, of ja, midden 2008 eigenlijk uh, op de beurs gekomen. En als we daar naar de eerste uren, zeker dagen kijken, nou, dan zie je dat we hier begonnen zijn op deze prijs, op, uh, op zo'n 400 euro. Dezelfde dag eigenlijk al naar 500 euro zijn gegaan, dus 25% stijging, maar vanuit daar ook weer terug naar bijna 400 euro, weer 20% daling. Je ziet dus hele grote fluctuaties. Nou, uiteindelijk is het goed gekomen met de gen. Je ziet dat uiteindelijk de lange termijn, uh, of, nou ja, lange termijn, 2,5 jaar pas, maar uh, dat het aandeel steeds verder groeit. Ze hebben nog wel weer een keer een dip gemaakt waarbij ze weer bijna richting die 400 euro gingen. Maar uh, op dit moment staan ze op, even kijken, uh, 1100, bijna 1200 euro. Dus ze doen het heel erg goed. Ja, het is gewoon ook een uh, mooi, uh, mooi bedrijf. Maar het laat dus wel zien, zeker het begin van deze grafiek, uh, dat er heel veel fluctuaties zitten. En dat het dus op het begin best wel een beetje een strijd is van wat is dit aandeel nu waard. Nou, een ander voorbeeld wat ik heb is uh, Fastnet. Je kent het misschien wel, dat zijn de uh, oplaadstations, um, om het zo maar te noemen, uh, langs de snelweg, die, uh, uh, die, die gele uh, portalen, zeg maar. En uh, ja, Fastnet is echt wel een, uh, een voorbeeld van wat er bij zo'n beurs kan, kan gebeuren. Je ziet, het begint op 10 euro en uh, na, uh, kijk, drie candles van vieren, dus na zo'n 12 uur zaten we al 450% hoger op 54 euro. Dus dit aandeel is... ...in ja, iets meer dan een dag uh, van 10 euro naar 54 euro gegaan. Maar vervolgens ook van 54 euro weer terug naar ja, een euro of uh, 14... ...en uiteindelijk zelfs een euro of 12, dus 70% daling. Dus je kunt je voorstellen dat er best wel veel hype is. Ze komen op de beurs, nou, voor 10 euro knalt hij meteen omhoog. Uh, er zijn best wel veel, um, of ja, veel, maar er zijn best wel wat uh, particuliere beleggers geweest... ...mensen zoals jij en ik, die hier dachten, dat. Het aandeel gaat, gaat, gaat zo hard omhoog, ik moet er iets mee doen. Ja, als je hier had gekocht, kun je al nagaan dat je hier uh, zo'n 70% verlies had gemaakt. Puur omdat zo'n aandeel net op de beurs komt, heel veel fluctuatie is, niet duidelijk wat uh, de prijs nou is. En uh, ja, dan zie je dat het zo volatiel is. Sterker nog, ik zie hier die rode lijn. Dus als we even uitzoomen en kijken naar de dag van nu, ja, dan zien we dat we inderdaad zelfs onder die uh, beursgangprijs zitten op 9,85 euro. Terwijl de prijs uiteindelijk uh, met 10 euro begon. Um, dus dit laat ik maar weer zien, ja, wat uiteindelijk de risico's zijn. slot nog één voorbeeld en dat is BNS groep. Even kijken, uh, even de ticker opzoeken. Ik typ het verkeerd. BNS. Ja. Uh, dan gaan we ook weer terug naar die beursgang. Hier in uh, midden uh, 2018 ook. En hier zie je ook weer heel wat uh, volatiliteit. Uiteindelijk als we helemaal inzoomen en zeg maar begin van de opening van die dag pakken, 14 euro. Dan zien we dat we in nou het begin eigenlijk niet zo heel volatiel zijn geweest, maar na een paar dagen toch wel gestegen zijn naar 15 euro. Ja, daar zie je zo'n 10% groei. Dat valt op zich wel mee. Uiteindelijk zie je vanuit daar naar het laagste punt weer zo'n uh, 14%, bijna 15% daling. Uh, dit is een uh, voorbeeld van een, uh, een aandeel dat uiteindelijk niet zo heel erg volatiel is geweest. Ik vermoed dat hier ook wat minder volume achter zit, omdat je ziet dat die candles eigenlijk allemaal best wel strak op elkaar uh, zitten. Um, als we nu uitzoomen, kijken naar de huidige prijs. We begonnen dus rond die 14 euro en we zitten nu op 5,80 euro. Um, uiteindelijk uh, was het dus achteraf gezien, nee, is dat mooi wonen, maar achteraf was het mooier en beter om, uh, om nu dat aandeel te kopen als je het zou willen hebben dan tijdens die beursgang. Uh, wat ik hier in ieder geval mee wil zeggen, wat het belangrijkste hiervan is, is dat zo'n beursgang heel veel onzekerheden heeft. ...wat de prijs van zijn aandeel nou echt zou moeten zijn... ...dat weet eigenlijk nog niemand precies. Daar gaan de boels en de bears een beetje over vechten... ...totdat er uiteindelijk een, een redelijk stabiele prijs uitkomt. En ik doe daar niet aan mee. Ik wacht gewoon... ...misschien dat ik ooit wel ga investeren hoor in nou echt bears... ...maar ik wacht wel even totdat uh, die volatiliteit er een beetje uh, uit is. Nou, tweede helft van de video, tweede deel eigenlijk... Wil ik nog even kijken naar basic fit. Um, basic fit is natuurlijk wat ik eerder al aangaf in het nieuws geweest... ...of nou ja, niet per se basic fit, maar de... Sportscholen. Uiteindelijk heeft het kabinet bekendgemaakt dat de sportscholen eerder open mogen. En ja, je hebt gezien dat die avond meteen Basic Fit een hele grote sprong heeft gemaakt. Ik heb mijn Basic Fit daarop verkocht. Heb ik ook op Instagram aangegeven. Ik kreeg best wel wat vraag van hé, hey, waarom heb je hem verkocht? Als ze eventjes Basic Fit erbij pakken. Ik heb hem hier trouwens staan. Um, eigenlijk zagen we dit. Dus de toekomstige prijsactie was nog niet bekend. Um, dit was de prijs op, uh, op 20 april. Nou, Laten we nog een klein stukje doorspoelen. Dit was eigenlijk van de week. We zaten op een prijs van zo'n 20 euro. Um, nou, ja, wat je ziet is dat uiteindelijk basic fit vanaf het hoogste punt tot aan het diepste dal zo'n uh, 70% heeft ingeleverd. En van het hoogste punt tot die ongeveer 20 euro, zitten we hier. Um, zo'n 43% ingeleverd. En ja, er was best wel veel. Um, Discussie op Discord, ik heb een Discord kanaal hè, waar je kunt chatten over beleggen en daar hadden uh, mensen best wel een discussie van ja, de ene vond Basic Fit totaal niet interessant te zeggen, die staan op de rand van de afgrond, uh, die gaan failliet, anderen die, die geloofden de heiligen en die hebben erin geïnvesteerd. Ik had zelf ook Basic Fit. Wat mijn idee nou uiteindelijk was, als we even uitzoomen, um, wat je ziet is dat hier een, een niveau zit, een, een leveltje, dat kan ik eventjes tekenen. Um, je ziet uiteindelijk dat hier de prijs een keer op afgeketst is, daar zijn we doorheen gebroken, best wel ver. Zijn een stukje gedaald, komen we weer ongeveer op die prijs uit. Hier kwamen we weer ongeveer op die prijs uit. En op die manier zie je dat we steeds ja, rond diezelfde koers uh, uh, omhoog en omlaag gingen. En um, wat je dan uiteindelijk kunt doen, wat ik heb gedaan, is: ik had een, uh, hier een box getekend en ik zeg ongeveer op dit prijsniveau um, verwacht ik dat in ieder geval de koers daar naartoe zou kunnen stijgen. En vanaf dat prijsniveau zou je wat kunnen gaan dalen. Je ziet namelijk dat het een aantal keer als support heeft ge, um, uh, gefungeerd. Hè? Uh, je ziet hier ook weer een gap. En uiteindelijk wordt support vaak resistance. Dus ik heb gezegd: we staan hier rond die 20 euro. Als we omhoog gaan, dan um, verkoop ik op dat punt. Nou, wat zien we uiteindelijk? Een beetje inzoomen. Is de prijs precies in die box gestopt afgelopen week? Ik had een orde staan op uh, FlatEx. FlatEx kun je op uh, Tradegate uh, handelen, dus een andere beurs. Kan tot 10 uh, uh, uur s avonds. Dus, uh, zodra eigenlijk uh, de persconferentie uh, bezig was, uh, werd mijn order meteen gevuld en heb ik meteen een order uh, of mijn aandeel verkocht. Ik had hem op uh, 23,20 euro staan. Dat is uh, hier ongeveer. of 2325 of 2320. Um, waarom ik dat had gedaan? Ik had hem net even iets onder die box gezet, zodat hij in ieder geval verkocht zou worden. Dan zeggen mensen, hey, maar basic Fit vond je toch een interessant aandeel? Ja, dat vond ik ook, alleen mijn gemiddelde prijs lag hier ergens, ik weet niet meer precies. Ik had zo'n 25% winst, nou, heb ik, mijn prijs was iets hoger dan, uh, maar uiteindelijk had ik uh, zo'n 25 tot 30% winst. En dat vind ik gewoon een hele mooie winst om nu winst te nemen. Wat is nu mijn idee? Mijn idee is dat um, je hier weer, eventjes gaat tekenen, um, hier weer een aantal, aantal keer uh, resistance ziet, je ziet hier ook een gap. Mijn idee is dat ik ergens in deze regionen uh, Basic Fit weer ga inkopen. Uiteindelijk, ik ben geen trader, dat weet ik ook wel. Maar ik vond het wel een mooie, mooie trade. En eigenlijk zo'n duidelijk level dat ik hem toch verkocht heb. En wat je dan ziet, is dat je uh, vanuit hier waar ik hem verkocht had. En als ik hem hier weer zo in kunt kopen, heb ik toch weer zo'n 15% lager. Kan ik die aandelen weer terugkopen. En dan wil ik ze gewoon vasthouden voor de lange termijn. Ik verwacht dat uh, uiteindelijk Basic Fit wel weer in, in deze uh, range kan komen. Dus hier ongeveer. Um, meteen een nieuwe all-time high. ja Dat vraag ik me af of dat zo is. Maar gewoon een mooi bedrijf wat een goede groei heeft meegemaakt de afgelopen jaren. En ik denk dat dat na deze crisis ook gewoon doorgezet kan worden. Maar ik ben heel benieuwd wat jij van um, Douwe Echtbets vindt. En wat je van Basic Fit vindt. Heb je daar nou een mening over? Laat eventjes een comment achter onder deze video. En dan kunnen we daar met z'n allen over hebben. Wil je nou vaker discussiëren over aandelen? Wat we eigenlijk dagelijks doen met bijna 500 man op mijn Discord-kanaal. Ga dan eventjes naar uh, de Discord. De link vind je ook onder deze video. En dan kun je gewoon uh, dagelijks uh, over dit soort onderwerpen praten. Vinden we leuk, leren we van elkaar. En uh, mocht je niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, tot, laat, uh, tot slot nog uh, wat ik net al zei: uh, zo'n 70% van de mensen die de video's kijken is niet geabonneerd. Is een kleine moeite, doet mij veel plezier. Dus abonneer je even op mijn kanaal. Blijf je ook op de hoogte van de laatste video's. En dan hoop ik je terug te zien bij een van de volgende video's. Tot dan!